Hallo. Vandaag wil ik het met u hebben over als je iets wilt veranderen, hoe belangrijk dat de waarom dan is. Want als je eender welk thema in je leven ook wilt aanpakken en je wilt daar van een huidige situatie naar een andere gewenste situatie toe werken, dan is het heel belangrijk om dat nieuwe beeld te gaan koppelen aan de waarom. Waarom is dat voor u zo belangrijk? Om dat te bereiken. Want iedere keer als je neigt om te hervallen in oude gewoontes, oude patronen, oude denkwijzen, dan gaat dat beeld en dat idee en die visie van die waarom u eigenlijk heel goed kunnen helpen om toch een soort van ingetapt te blijven op dat nieuwe beeld, waardoor het makkelijker wordt om keuzes te maken die ook aansluiten bij de nieuwe visie. En dat gaat u eigenlijk helpen om telkens minder de bal te laten vallen en om telkens minder te hervallen in de oude patronen, maar meer en meer keuzes te maken die afgestemd zijn en die in lijn zijn met de nieuwe visie, het nieuwe beeld. Nu zitten we hier samen met een aantal dames die de coachingopleiding volgen. Waarom? Omdat ze eigenlijk zelf ook een krachtige business in de wereld willen zetten en zoveel mogelijk mensen willen gaan inspireren. Maar nu ben ik al te veel aan het verklappen, want omdat het thema vandaag die waarom is, wil ik hun ook aan het woord laten. En ze gaan u op die manier kunnen inspireren door een voorbeeld te geven van wat is die nieuwe visie? En wat is hun waarom die ze daaraan gekoppeld hebben? Doe er uw voordeel mee, want je gaat zien, het maakt het misschien net iets makkelijker om het ook voor uzelf op die manier te gaan uitwerken. In ieder geval, als je iets wilt veranderen, koppel het aan de waarom. Ik ga mijn beeld draaien en dan ga ik naar Karen. Hallo, ik ben Karen. Ik ben een coach voor leidinggevenden die bereid zijn om aan zichzelf en hun team te werken om zo te komen tot een samenhangend en verbonden geheel. Waarom wil ik dit zo graag doen? Omdat ik er heel erg van hou om mensen te inspireren en te ondersteunen in hun groei. En om alle kennis die ik in allerlei opleidingen en cursussen verzameld heb, om die eigenlijk te delen met de leidinggevenden. En wat Karen nu niet met u vertelt, maar wat ik wel weet, is dat Karen zelf al jaren thuis in een heel succesvol bedrijf heeft gewerkt en nog. En dat ze daar ook nog eens zelf gigantisch veel ervaring heeft opgedaan. En dat is een soort van de onderliggende waarom. Waarom dat ze andere mensen ook wilt gaan helpen. Want ze heeft heel veel kennis, maar ze heeft vooral ook gevoeld wat het is om eigenlijk. Ja, met sommige uitdagingen in het bedrijfsleven om te moeten gaan. En ze is zich daar zo in gaan bijscholen, dat ze nu zoiets heeft van, alright, ik voel wat het is om dit in te kunnen zetten. Nu wil ik hier anderen ook mee gaan inspireren. En zo gaat je zien dat als je je waarom groter maakt dan jezelf misschien, dat je ook weer impact kunt maken op mensen rondom je. En dan wordt het wel heel tof, want we hebben altijd zoiets als het rimpeleffect. En dat zorgt ervoor dat niet alleen de dingen die jij doet impact hebben op jezelf, maar ook op de mensen rondom je. En dat is natuurlijk waar we voor gaan. Joke. Hoi, ik ben Joke. Mijn doel met dit coaching traject te volgen en uiteindelijk een business op te starten, is eigenlijk om mensen te helpen dichter bij hun eigen kern te komen. Om samen met die mensen dus een ruimte te creëren waarin ze liefdevol echt gewoon een betere versie van zichzelf kunnen neerzetten op de wereld. En ja, waarom? Dat is een puur verlangen vanuit mijn hart, maar ik denk dat op die manier inderdaad de wereld gewoon zachter en liefdevoller wordt, meer respect gaat komen, meer verbinding tussen mensen en natuur en het geheel. En dat gaat veel aangenamer samenleven zijn, veel minder stress creëren, veel minder frustraties en ja, veel meer lachen en veel meer vrolijkheid. Over een rimpeleffect gesproken. Maar dat is wel waar het om gaat. Want door zelfs één iemand te kunnen coachen, te kunnen inspireren, gaat dat echt wel zijn zaadjes nalaten op heel diens omgeving. En dat is het mooie eraan. En Jook heeft echt een gigantische visie voor. Ja, eigenlijk ook in combinatie met de natuur en terugkomen tot de natuur. En ik vind dat heel mooi hoe ze dat brengt. Dus dat is ook wel zeker de moeite om eens te gaan checken. En dan hebben we hier nog even bij ons zitten, tot slot, Brigitte. Hallo allemaal, ik ben Brigitte. Ik
begeleid op een krachtige en liefdevolle manier hoogsensitieve dames, zodat zij naar een waardevolle invulling van hun levenskwaliteit kunnen gaan strijden of dat willen bereiken. Ik heb een self-care programma waarin ik dan leer dat zij van zichzelf houden, in hun eigen kracht staan, vooral van zichzelf, voor zichzelf goed kunnen zorgen en al hun doelen kunnen bereiken. Waarom dat ik dat doe? Ja, ik ben zelf een HSP'ertje, zoals ze dat zeggen, een hoogsensitief dametje. En andere dames die ik hierbij kan helpen, want dan spreek ik eigenlijk uit ervaring. Mijn eigen levenservaring heeft mij hard met de neus tegen de feiten aangedrukt en een burn-out heeft ervoor gezorgd dat ik eigenlijk nu kan zeggen, vanuit heel mijn hart, dankzij mijn burn-out ben ik nu wat dat ik ben. Veel liefdevoller en op een liefdevolle en krachtige manier wil ik dit dan ook overbrengen om anderen daarbij te helpen en te ondersteunen. En dat vind ik zelf zo tof, zo geweldig, dat het borrelt van dames, kom, ik help u, ik ben er voor jullie. Alright, super. En dat maakt natuurlijk dat hoe duidelijker je die waarom voor jezelf hebt, en in dit geval gaat het over hun eigen business in de wereld zetten, en dat vraagt natuurlijk immense stappen en enorm veel uit je comfortzone komen. Maar op zich, al wilt je een eetgewoonte veranderen, of al wilt je meer bewegen, of al wilt je liever zijn voor jezelf, het gaat altijd over patronen en over gewoontes die je in je leven hebt. En om die te veranderen gaat het altijd wel een beetje oncomfortabel voelen. Maar als je dan ook even luistert naar Brigitte haar waarom, die echt wel komt, wat ook vergelijkbaar is met mijn eigen verhaal, vanuit een stuk van, weet je, je hebt zelf veel meegemaakt, je hebt gevoeld wat het is om aan de bodem van die put te zitten, maar je voelt ook wat het is om echt, hè, lekker in je vel te zitten en te stralen en te genieten. En de impact die dat maakt op je levenskwaliteit en dat je dat gewoon echt oprecht wilt delen met anderen. Als je zo'n sterke koppeling kunt maken, dan wordt het veel makkelijker om straks oncomfortabele stappen te gaan zetten. En dat is hetzelfde met eender welk thema dat je ook hebt waar je iets in wilt wijzigen. Je gaat gewoon zorgen dat je een hoger doel hebt. Iets wat eigenlijk bijna groter is dan jezelf. Dus probeer eens te kijken of je daarmee aan de slag kunt gaan. En dan ben ik benieuwd of dat die gewoontes al stilletjes aan een klein beetje de goede richting op gaan. Tot snel! Toedeloe!